mensen, Krijn hier en welkom bij mijn eerste opening van het nieuwe jaar. Vandaag ben ik gewoon helemaal naar Amerika gerezen. Ben ik naar de meest dichtstbijzijnde Walmart gegaan om daar gewoon de enige echte Darkrai V-Star box te kopen. Deze V-Star box is gewoon exclusief bij de Walmart in Amerika. Ah ja, jongens, ik heb hem natuurlijk gewoon op eBay besteld. In deze box zitten gewoon 8 packs en een aantal toffe Darkrai kaarten. Deze box moest ik gewoon bestellen, jongens, want kijk... We hebben gewoon weer een kaart voor de grote map. Voordat we deze box openmaken, wil ik je laten weten dat we ook gewoon nog de Spirit Tomb winnaar bekend gaan maken. Alright jongens, laten we gewoon gelijk duiken in deze unieke box. Ik kan echt niet wachten. Oeh, die gaat wel echt heel erg boterig open, jongens. Oh, jeetje zeg. Wacht. Ze hebben er gewoon een V-Star marker in gedaan. Dan hebben we hier gewoon 2 prachtige Darkrai kaarten. We beginnen natuurlijk gewoon met de Darkrai V. Dit zijn trouwens geen promokaarten, maar gewoon Azure Radiance Ultra Rares. Ik heb ze allebei nog niet. En dan hebben we natuurlijk ook gewoon de Darkrai V-Star. En deze V-Star kaart is echt episch, jongens. En om het nog beter te maken, hebben we zelfs gewoon een kaart voor mijn grote kaartcollectie. We hebben nu gewoon Darkrai V-Star. Dit is wel echt een unieke kaart om in de map te steken, jongens. Oh, dit blijft zo satisfying, jongens. Nog een aantal pagina's en dan zit deze map gewoon helemaal vol. Nu ik erover nadenk, is die V-Star marker eigenlijk wel handig voor deze kaarten. Maar welke art gaat trouwens jullie voorkeur? Die van mij zou zeker wel de V-Star kaart zijn. Alright, jongens, dan gaan we over naar de pakjes. Oh god, jongens. Er is er zelfs één op de grond gevallen. Er zit ook gewoon nog een codekaart tussen die ik later aan jullie ga weggeven, jongens. Dan hebben we hier gewoon 8 packs om het nieuwe jaar mee te beginnen, jongens. We hebben in totaal gewoon 4 keer Azur Radiance, 2 Brilliant Stars en 2 Lost Origin packs, jongens. Het is ook best wel logisch dat de helft van de packs van Azur Radiance zijn, want Darkrai komt natuurlijk ook gewoon van die set. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd, jongens. Gaan we het jaar gewoon gelijk goed beginnen met die Palkia Alternate Art. Goede kaart. 1, 2, 3, 4. Onze eerste energiekaart van 2023. Gaan we het goed raden? Dark. Nou, het moet gewoon dark zijn. Oh, yes, jongens. We zitten gewoon helemaal in die Darkrai vibe. Oh, dit is heel vet. Oké, deze energie gaan we ook gewoon mooi bij onze Dark Base leggen. We beginnen gewoon met de Noctowl. De grote uil. We hebben daar het ongeïdentificeerd fossiel. Dartrix. Oshawott. Een hele chattige starter. Hoedoot. We hebben gewoon Hoedoot. En Noctowl, jongens, uit hetzelfde pakje. Dan hebben we daar de Ponyard, die de spagaat doet. Puchena. Drifloom. En jongens, hier kunnen natuurlijk ook gewoon de Trainer Galleries in zitten. Het is de Energy Lotto. Oké. En... Oeh, we hebben gewoon een Miltank Holo kaart. Ik heb geen idee of ik deze kaart al heb. Dus weet je wat? Hij is mooi meegenomen. Een geraden energy en gewoon een ultra rare. De video begint echt goed, jongens. Dan gaan we nu gewoon over naar Lost Origin. En ik zie gewoon dat we hier nog een Giratina art hebben. Voor nu gaan we de Enamorus openen. We hebben nog steeds geen enkele alt art gepoeld uit deze set. Dus ik ben heel benieuwd waar wij mee beloond gaan worden. Wow! Die was gewoon raak, jongens. 1, 2, 3, 4. Geef mij dan een psychic hier. Wow! Yes, jongens. We hebben gewoon 2 voor 2. Dat is zo satisfying. Jongens, we beginnen het jaar gewoon echt al fantastisch. Dan hebben we daar de Haunter, Poliwhirl, Lumineon, Pinnacle. En jongens, voordat we verder gaan naar de volgende kaart, wil ik jullie sowieso bedanken voor alle support. 25% van jullie is nog niet geabonneerd. Dus als je dat niet hebt gedaan, doe dat dan even zeker. Want bij de 6000 abonnees komt er weer een mooie special aan. Porygon. Waar is de Porygon 2? We hebben daar onze Ducklet. En als je goed kijkt, zie je gewoon een hartje op zijn borst. Pippuk. Met de grote ogen. Dan hebben we daar de Finian. En we hebben gewoon Lumineon uit hetzelfde bakje gehaald. Spreek ik dat goed uit trouwens? Lumineon? Oh! We hebben gewoon de Castform Trainer Gallery kaart. Deze Trainer Gallery heb ik zover ik weet alleen maar in het Japans gepakt. En... Oh, het is gewoon de Hoopa met de ringen. 2 energies en 2 pools, jongens. Oh, jongens, ik heb hier wel een goed gevoel over. Nou, dan gaan we nu gewoon het Whimsical pakje openmaken van Brilliant Stars. In deze box zitten dus 3 verschillende sets, jongens. Ik ga het nu alvast gokken. Ik denk dat er vuur in zit. Oh, helaas. En daarmee is onze streak voorbij. Maar wie weet kunnen we onze poolstreak wel nog volhouden, jongens. Dan hebben we daar de Gloria. Daar heb je ook echt een hele mooie full art trainer van. Dan is daar de Ultra Ball. Barry. En nu mag je gewoon 3 kaarten pakken. Dan hebben we daar de Karrablast, die gewoon aan het viben is. Woep. Oh, het is de Clefairy. Dan hebben we daar Cherubi. Ook een heel schattige kaart, jongens. Dan hebben we daar de Sock, de goed getrainde Pokémon. Ik zou geen 1v1 tegen jou willen. Dan hebben we daar Corphish. Oh, het is de Burmy. Deze pack zit vol met schattige arts. Zullen we gewoon de ogen dicht doen? 3, 2, 1. Oeh.
We hebben gewoon weer een holokaart te pakken. Dan is het nu gewoon de missie om Dusclops en Duskull te vinden. Nu nog een vette full art kaart en onze dag is gewoon helemaal compleet. Van Essorreus hebben we trouwens alleen maar andere arts, valt me nu net op. We gaan nou gewoon over naar het Decidueye pakje. Speedrun pack! Nee, grapje. Wat zijn trouwens jullie goede voornemens in het nieuwe jaar? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga als allereerst nog harder knallen met video's maken op YouTube. Verder wil ik een beetje afvallen, dat moet natuurlijk ook. Oh ja, en een goed voornemen is om ook wat vaker zo voor de camera te gaan. Water hier! Ah, nee! Dan hebben we daar een Roxanne! Togetic! Onze Hisuian Growlithe! Dit is natuurlijk de set waar de Legends Arceus Pokémon in zitten. Dan hebben we daar onze Bronzor Rufflet op een takje. En de video is natuurlijk niet compleet zonder de Quillfish. Dan hebben we daar Rowlet! Oh mijn god, uit het Decidueye pakje. Eén. Oh, en het is gewoon de B-Trill-P, jongens. Een kaart die ik wel al heb, dus ik voel me wel een beetje gestoken. We gaan nu gewoon over naar de Legendary Packs. Laten we dan gewoon gelijk verder gaan met het Lost Origin pakje van de Giratina. Cool. De kaart. Op de voorkant staat een hele schattige andere Clefairy art. 1, 2, 3, 4. Vuur hier. Oh, nooit. Hoe raad ik dit nou? Heb ik er nu gewoon al 3 geraden? Dan hebben we daar de Miss Fortress. Laten we het woordje Miss gewoon weglaten, zodat wij meer geluk hebben. Dan is daar de Minxiao. Waar is de Minfu? Onze Lick Acutie. Lickitung met de lange tong. Bleh. Dan hebben we daar natuurlijk gewoon de Horsey die water speelt. Onze Shuppet, ook met een lange tong. Wat zijn er een hoop lange tong Pokémon's? Dan hebben we daar Shellos. Hoe heet jouw evolutie ook alweer? Horsey! Nooit! We hebben gewoon nog een Horsey als reverse holo, jongens. Gaat hier nog een Ultra-Rare zitten? Jullie gaan het als eerste zien. 3, 2, 1. Ik heb mijn ogen dicht. Ik weet gewoon echt niet wat het is. Is het een goede pool? Ik hoop het wel. 1. We hebben gewoon alweer de Aerodactyl V te pakken. Wacht, we zijn bij pack 5 en we hebben gewoon al 5 pools uit deze box. Dan wordt het ook wel tijd om even jullie blij te maken. Dus hier is gewoon de codekaart van de Dark Ray box, jongens. Laten we gewoon nu ons prachtige Arceus pakje openmaken. De codekaart. Ik zou het echt niet erg vinden als dit pakje geen Ultra Rare heeft, jongens. Steel. Oh, het is weer Psychic, jongens. Er zitten gewoon al 3 Psychics in deze box. De Hitmonchan op zijn kop. Team Yell Cheer. Ook een hele blije kaart. Dan hebben we daar gewoon de Cleansing Gloss. Voor als je even een keer moet boksen. Dan is daar de Starly. Piplup, die nog steeds een sneeuwpopje aan baken is. Dan hebben we daar Turtwig met gewoon een blad op zijn hoofd. Zoals jullie weten, Turtwig verandert gewoon naar 1 grote boom eigenlijk. Dan hebben we daar de Minchino. En het is de Kibbel. 3, 2, 1. Oh, en het is gewoon de Lapras. Laten we dan als eerste de Jalga pakje openmaken. Ik ben echt mega benieuwd wat wij hier gaan treffen. Een zwarte codekaart, oh mijn god. 1, 2, 3, 4. Fighting hier. Nee, nou is het Leaftime. Jan Mega. Chilinne. Dan hebben we daar Eevee. Heracross, heel veel Leaf-types, jongens. Oh mijn god, we hebben gewoon een Radiant. Het is gewoon de enige echte Radiant Heatran. En dan zit daaronder ook gewoon nog een Lilligant. En laten we niet vergeten, jongens, dat de Lilligant gewoon banaanschoenen heeft. En het is gewoon tijd om de winnaar bekend te maken van de Spirit Tomb kaart, jongens. Alright, is het Van, is het Pieter, is het Niels? Het is gewoon Mees de Heus. Gefeliciteerd met het winnen van deze Spirit Tomb kaart. Stuur me een berichtje op Instagram, @krijn. En dan zorg ik ervoor dat deze kaart zo snel mogelijk naar jou toe komt. Alright jongens, het spannende moment is aangebroken. Want we gaan er weer over naar ons laatste pakje. We hebben nog 1 kans op de alt art, jongens. Ik hoop echt dat het ons gaat lukken. Dan hebben we daar de codekaart. 1, 2, 3, 4. Psychic hier. Nee, het is Steel, jongens. Dan hebben we daar wel een Psychic Pokémon, de Drifblim. Grant. Willowswine. Janma. Hey, we hebben nu gewoon Janma en Jan Mega. En is daar de Sudowoodo. Nicket met een stukje praat in zijn mond. Oh, we zijn nu gewoon al bij de reverse holo, jongens. We gaan er echt te snel doorheen. En dan hebben we hier gewoon als laatste kaart iets wat jullie als eerste gaan zien. 3, 2, 1. Oh, en het is gewoon de Rapidash. Maar besef dat we alleen maar gewoon 2 normale rares hebben gepakt. Dit is echt een fantastische box, jongens. De darkere kaarten kunnen gewoon meteen toegevoegd worden aan mijn Essorreus verzameling. Als je nou benieuwd bent wat ik allemaal nog meer in mijn collectie heb zitten, klik dan zeker op deze video, want ik ben gewoon door mijn volledige collectie gegaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Woehoe! Zo, de user.